Goedemiddag, mijn naam is Joshua A. Vandaag gaan we getalwaarden van lettervormen. Wat is een lettervorm? Hier bijvoorbeeld 4x, ook a gaat naar b en x enzovoort. Hier 4x is een lettervorm, want 4 is de coëfficiënt, x is de letter. Ja? Dan kun je daar een waarde aan geven. Je moet x een waarde 1 geven, dan moet je gewoon 4x vervangen door 1. Dan krijg je 4 maal 1, 4x is 4 maal 1, de waarde 4. Dan de getalwaarde van de lettervorm wordt x gelijk aan 4. Dikwijls schrijf je ook 4x aan een functie, f van x. Ja? Als je een parameter, dan schrijf je ook f van 1 is 4. Maar de getalbare lettervorm is dus 4. We kunnen een x bijvoorbeeld aan 2 stellen. Ja? Dan moet je 4 in 4x, x vervangen door 2. Dan krijg je 4 maal 2, dat is 8. Dus 4 maal 2 is 8. Als je het schrijft als functie, dan is f van 2 gelijk aan 8. Ja? Dat is dus de getalbare lettervorm. Je vervangt je letter door een waarde die aan de letter geeft. Soms heb je lettervorm met meer dan 1 letter. Hier a kwadraat b, zijn de letters a en b. Ja? Dan moet je altijd een waarde voor a geven en een waarde voor b. Anders lukt dat niet, je moet een waarde geven voor a van b. En de functie zal een functie zijn van a en b. Ja, van twee parameters. Als bijvoorbeeld a gelijk aan 1 is, en b gelijk aan 1, wat is een getalwaarde van de lettervorm dan? Dan moet je a kwadraat plus b schrijven als 1 kwadraat plus 1. Namelijk a kwadraat is 1 kwadraat, b is 1, of f van 1, 1 is 1. Want waarom? Als nu a 2 is en b ook 3, dan krijg je a kwadraat maal b is dus 2 kwadraat maal 3. We gaan a door 2 en b door 3. 2 tot 2 is 4 en 3 is 3. Dan krijg je 12. Of je kunt ook schrijven f van ab of f van 2, 3 is 12. Dat is bijvoorbeeld met twee parameters a en b, twee letters a en b. Ja? En als je a 1 krijgt, moet je a vervangen door 1 en b door 1 bijvoorbeeld. Dus dan heb je lettervormen met een plus tussen, met meerdere elementen. Hier heb je, hoe kijk, drie letters. Je hebt een x. Je hebt een i en z. Dus geef je meestal in een volgorde oploppend alfabetisch x, i, z. Dus deze lettervorm is drie letters x, i, z. Dat betekent, als je een getalwaarde nodig hebt, heb je een waarde nodig voor x, i en z. Ja? We noemen dat ook f van x, i, z van drie parameters. Dus als je een getalwaarde nodig hebt, heb je drie parameters. Je hebt een waarde nodig voor x, voor i en voor z. Bijvoorbeeld, tel x krijg aan 1, i allemaal aan 1. Als je het uitwerkt, dan wordt je x plus xz plus i kwadraat, wordt dan 1 plus 1 maal 1, want z, x is een 1 en i is ook 1, 1 kwadraat. Als je uitrekening krijg je 1 plus 1 plus 1 is 3. Je kunt dus zeggen dat f van 1, 1, 1, ja, de waarde 3 krijgt. Of de getalwaarde voor x, i, 1, gelijk aan 1 is 3. Als je kiest x gelijk aan 2, i gelijk aan 2 en z gelijk aan 3 als voorbeeld, ja, dan ga je opnieuw x plus xz plus i kwadraat de getalwaarde invullen. X was 2, dus schrijf je 2 op, plus 2 keren x en z was 3 maal 3 en i was 2 plus 2 kwadraat. Dan werk je dan uit, dan krijg je 2 maal 3 wordt 6 en 2 maal kwadraat wordt 4. Dan krijg je totaal de waarde 12. Ja? Dat betekent dus f van 2, 2, 3 zal 12 zijn, of gewoon de getalwaarde is 12. Dat is een getal van een lettervorm. Je vervangt de letter door een waarde en je voelt die waarde ingewikkeld uit. Soms heb je één letter, soms twee letters, soms drie. Aan de tafel van je lettervorm. Ja? Erg belangrijk is, ja, als je drie letters hebt, moet je drie waarden krijgen. Als je twee letters hebt, moet je twee letters krijgen, anders lukt dat niet. Ja? Bijvoorbeeld, als je dit formulier A, B, als je een A krijgt en geen B, ja, bijvoorbeeld krijgt de waarde A is 5, maar geen B, kun je dat niet oplossen, want je moet ook een waarde voor B krijgen. In de laatste vorm, als je hier een waarde voor X krijgt en een waarde voor I, maar niet voor Z, kun je niet oplossen. Je hebt altijd voor elke letter een getalwaarde nodig. Dat is de getalwaarde van lettervormen. Dank voor de aandacht de volgende keer. Als je het een goede video vond, geef dan een like op deze video of ga naar www.joshua.com. En dank u wel om te kijken en tot de volgende keer.